Beste kijkers, deze lezingenreeks is een onderdeel van het vieren van het 900-jarig bestaan van de Pieterskerk. En er is geen betere manier om de relatie tussen het Stadsarchief en de Pieterskerk te illustreren dan juist het vieren van het 900-jarig bestaan. Want hoe weten we eigenlijk dat de kerk 900 jaar bestaat? Het antwoord komt uit een 15e-eeuws memorieboek, behorend tot het middeleeuwse archief van de Pieterskerk. Voor in dit boek is een stuk perkament geplakt met de volgende tekst. In den jaren 1121 des zonnedagens na onze lieve vrouwen geboorte, worden deze tegenwoordige kerken gewijd in de ere gods en de der heilige apostelen Sint Pieter en de Pauwels, onder de eerwaarde zeer religieuze devote heren en de vader in Gode, Godebaldus, de 24e bisschop van Utrecht. Dit memorieboek ligt in het depot van Erfgoed Leiden en omstreken, de plek waar de archieven van Leiden en de regio bewaard worden. 900 jaar geschiedenis is in een uur wat veel. Maar in een uur kan ik u wel laten zien hoe de geschiedenisverhalen zijn terug te vinden in de archieven en waarom stukjes verhaal soms op een onverwachte plek zijn terug te vinden. Ik neem u mee in de lotgevallen van de archieven van de Pieterskerk en de stad. Waarom en hoe ontstonden deze archieven? Waarom zijn ze zo lang bewaard? Wat vertellen ze ons over de kerk, over de stad, over de mensen in de stad? In dit verhaal komen we Simon Bort tegen, een middeleeuwse stadsbestuurder en projectontwikkelaar, soldaten van Lumey, de bekende stadssecretaris Jan van Hout, maar ook heel gewone Leidenaars die voor hun ziel en zaligheid van de kerk afhankelijk waren en ambachtslieden die aan de kerk werkten. Laat ik beginnen bij het begin. Wat zijn archieven? Waarom zijn er eigenlijk archieven? Sinds de mens kan schrijven heeft hij archieven gevormd. Ik zeg hier hij, maar ik bedoel ook zij. Bij de archieven van de kerk was het overigens meestal een mannenhand die de pen vasthield. Archieven zijn de geschreven neerslag van het dagelijks reilen en zeilen van een persoon, een familie, een bedrijf of een instituut. Waarom schreef men dingen op? Om dezelfde reden als waarom we dit nu nog doen. Als administratie, voor recht of om het later te bewijzen, als verantwoording. Een voorbeeld dat ik hier laat zien is een Mesopotamisch kleitablet van duizenden jaren oud. Met spijkerschrift, waarop het aantal beesten dat een tempel in en uitkomt, is vastgelegd door de priesters. Eigenlijk niet zo heel erg anders dan de Pieterskerk, zoals we later zullen zien. De oudste stukken met informatie over de Pieterskerk in het Stadsarchief van Leiden zijn afschriften. Dat zijn later overgeschreven versies van een ouder stuk. Het gaat om bewijsstukken van rechten die door de graaf van Holland werden overgedragen aan de stad en de Duitse orde. De originele liggen in het archief van de graven van Holland in het Nationaal Archief. De graaf liet natuurlijk bijhouden welke rechten hij weggaf. De stukken zijn overgeschreven in het privilegeboek A van de stad. Een dik boek waarin de stad alle rechten die zij kreeg bijhield. In de tweede helft van de 14e eeuw, dus na 1350, zijn allerlei oudere stukken in dit boek overgeschreven. Het oudste stuk dateert van 1266 en is een versie van de bevestiging van stadsrechten aan Leiden door Floris de Vijfde, graaf van Holland. In dit stuk wordt ook vermeld dat de graaf ervoor zal zorgen dat na het overlijden van de huidige priester, meester Gerardus, twee priesters worden benoemd voor de Pieterskerk. Floris de Vijfde verplaatste zijn hof namelijk naar het Binnenhof in Den Haag en de kapel, de Pieterskerk, op het Leidse grafelijk hof verloor daarmee zijn functie voor de graaf. De kerk was ook de parochiekerk van Leiden, waarschijnlijk al rond 1200. In het volgende overgeschreven stuk in het privilegeboek uit 1268 blijkt dat Floris het benoemen van de priesters overdraagt aan de Duitse orde. Deze geestelijke ridderorde was alleen toegankelijk voor mensen van adel en richtte zich op het vaak met geweld bekeren van niet-christenen, eerst in Palestina en later in Pruisen en Polen. De orde viel direct onder de paus en er zat een baleien, een afdeling in Utrecht. Dat is de reden dat er ook stukken over de Pieterskerk in Utrecht liggen, in het archief van de Duitse orde. Die ging immers over het benoemen van de priesters in de kerk. In Leiden was de pastorie van de Pieterskerk ook de commandorij van de Duitse orde. De commandorij stond op de plek van het huidige kloksteeg 2325. De pastorie was voorzien van een grote tuin met zijn eigen wijngaard. Lijkt me heerlijk. Enkele jaren geleden zijn grote stenen van het oorspronkelijke pand teruggevonden. Welke archieven had de Pieterskerk eigenlijk? In de middeleeuwse Pieterskerk werden verschillende taken uitgevoerd en voor deze taken werden reglementen opgeschreven, er werd bezit beheerd om de taken te kunnen financieren en er werden geschriften voor de diensten gebruikt.
Niet alles wat is opgeschreven werd door de functionarissen van de kerk opgeschreven. En niet alles wat is opgeschreven is bewaard gebleven. De benoeming van de priesters lag, zoals net gezegd, bij de Duitse orde. En de archieven daarover zijn dan ook niet in het archief van de kerk zelf te vinden. Toch kunnen we ook in Leiden nagaan wie de priesters van de kerk waren. In het archief van de kerk bevindt zich het fundatieboek. Dat boek bevat allerlei afgeschreven stukken. Voorin staat een lijst met de commandeurs van de Duitse orde vanaf 1293. Zo weten we dat de opvolgers van meester Gerard in het privilege van de graaf Andries heette en dat Andries weer werd opgevolgd door Dirk. De meeste liturgische geschriften, zoals gebedenboeken en dat soort zaken, waren gebruiksvoorwerpen en gingen daardoor vaak verloren en werden iedere keer weer vervangen. Bij de reformatie is veel verloren gegaan of vernietigd. Af en toe vinden we in een boekband uit de 16e eeuw nog een stukje van een oud kerkelijk boek terug. Het voorbeeld is een boek wat bij ons in het archief ligt en in de band zie je nog een klein stukje kerkelijk geschrift. De archieven zijn een gevolg van de taken. Hoe de kerk en de taken daarbinnen georganiseerd waren, veranderde langzaam en is een verhaal op zich. Maar grofweg zijn aan het eind van de middeleeuwen binnen de Pieterskerk een paar groepen van functionarissen met hun taken en archieven te onderscheiden. De kerkmeesters beheerden het kerkgebouw en de daarin aanwezige altaren en kostbaarheden. Daartoe verwierven zij fondsen, schenkingen van gelovigen, die zij beheerden. De kerkmeesters stonden los van de priesters, zij werden benoemd door de stad en legden eens per jaar met een rekening verantwoording af aan de priester en het stadsbestuur. Dit was vastgelegd in de keurboeken van de stad, een soort wetboeken. In de keurboeken staat ook dat de kosters benoemd worden en dat de kerkmeesters geen bezit mogen vervreemden zonder toestemming van het stadsbestuur. Ze mogen dus geen bezit zomaar weggeven of verkopen. Algemene regels over wat er wel en niet mag in en rond de kerken staan ook in het keurboek. Zelfs details over waar er gebedeld mag worden, voor de deur, welke spellen niet gespeeld mogen worden op het kerkhof, morellen, een soort bordspel waarbij vaak ruzie ontstond door vals spelen en schieten, en dat voor iemand die niet in de Pieterskerk begraven wordt, 6 pond betaald moet worden als men toch de grote klok wil laten luiden. In het stedenboek van de stad staan de benoemingen van een organist, een bijaardier, een blazer, een orgeltrapper, een kaarsenlichter en af en toe ook een hondenslager. Kennelijk waren er regelmatig te veel zwerfhonden in de kerk, zoals op dit kerkinterieur van Cornelis van Damen uit de 16e eeuw. Op deze pagina is trouwens ook duidelijk te zien dat het stedenboek door vocht is aangetast. Sommige pagina's zijn nauwelijks te lezen. Maar bovenaan kan je heel goed zien dat het de benoeming van Klaas de organist betreft. De rekeningen die de kerkmeesters aan het stadsbestuur voorlegden geven heel veel informatie over de bouw en het onderhoud van de kerk. Deze pagina uit de rekening van 1398, gelukkig netjes afgeschreven door Ed van der Vlist, dank je Ed, toont ons dat Klaas de Steenhouwer en Herman van Aken samen met Jan de Opperman regelmatig aan het werk waren in de kerk. Klaas hielp ook met het verschuiven van een wijwatervat. En Daam de Smit werkte 1 dag, Allard de Slotenmaker werkte aan sloten in de kerk en Boudijn de Metselaar had ook een klus van enige dagen met 2 opperknechts. Soms wordt vermeld waar aan gewerkt is, maar vaak ook niet. Interessant is dat er, net als nu, inspecties worden gehouden naar het onderhoud van de kerk. Hendrik Jacobs gaat het hele jaar door af en toe de toren op om onder andere het belfoor, het klokwerk, te bezien. De aanschaf van materialen staat ook in de rekening. Er wordt kalk aangeschaft en steen, zowel baksteen als hardsteen. De hardsteen komt van Simon Bort, die kerkmeester was, maar ook een steenplaats bezat. Ook bestellingen voor de inventaris, van gordels voor de misgewaarden tot canvaslaken voor de altaren, verguldsel voor kelken, hout voor kerkbanken en wijn voor Pasen, staat allemaal in de rekeningen verantwoord. Overigens kan men ook uit de archieven van de stad informatie over de bouw van de kerk halen, soms nog ouder dan de bewaard gebleven kerkarchieven. In het stedenboek is het testament van Pieter van Leiden overgeschreven, waarin hij geld geeft voor het uitbreiden van de kerk, zodat het graf van zijn moeder binnen de kerk komt te liggen. In het zoenboek uit de 14e eeuw, en dan zoenboek hier in de betekenis van verzoening, van een misdaad, komen een paar veroordelingen voor waar het geven van stenen aan de Pieterskerk de straf is. Hugo van der Hand en Arend Zoetink, beide prominente Leidenaars, hebben ruzie gehad.
Hugo moet op bedevaart naar Geertruidenberg en Arnoud op bedevaart naar Parijs, naar Notre-Dame. Maar als hij dat niet wil, kan hij ook 6 pond geven voor een raam in de Pieterskerk. Omgekeerd geven de archieven van de kerkmeesters ook informatie over de ontwikkeling van de stad. Veel van het eigendom van de kerk was onroerend goed, of een rente op onroerend goed in de stad. De rekeningen van de kerk geven een leuk beeld van de bebouwing van een stuk stadsuitbreiding. In 1386 verkreeg het stadsbestuur van Albrecht van Beieren, graaf van Holland, toestemming tot de uitbreiding van de stad aan de zuidkant. Pas in 1406 telde Schout en Schepenen de straten en grachten in het gebied tussen Rijnvliet en de Nieuwe Singels vast. Het stuk grond tussen de Vliet, het Rapenburg, de Hoeflaan, dat is waar nu de Doezestraat ligt, en de stadsvest, de zogenaamde Pietershoeve, werd door Simon Bort voor 4 pond, 4 schellingen per jaar gepacht van de Pieterskerk. Simon Bort gaf kavels uit in het door hem van de kerk verpachte gebied. En de pachters van Simon Bort betaalden hun grondrente niet aan hem, maar rechtstreeks aan de Pieterskerk, die het door hem betaalde bedrag weer aftrok van de door Simon Bort verschuldigde pacht. Dat ging makkelijk, omdat Simon Bort ook kerkmeester was. Zo weten we nu precies hoe snel de kavels werden uitgegeven en wie ze pachten. Simon Bort was overigens tussen 1379 en 1400 ook nog 5 maal burgemeester van Leiden en tussen 1371 en 1410 7 maal schepen. Men lag toen ter tijd niet erg wakker van een dubbelfunctie als projectontwikkelaar en stads- of kerkbestuurder. Simon exploiteerde ook een steenplaats, zoals we net zagen, en daarvan leverde hij weer stenen aan zijn eigen kerk. De deputaten en memoriemeesters ontstonden als apart college in de 15e eeuw. Zij beheerden de goederen die door gelovigen werden gegeven om memoriediensten te houden. Memoriediensten waren belangrijk. Ze waren een middel om voor jezelf of voor een familielid de tijd in het vage vuur te bekorten. Een soort geestelijke gezondheidszorg dus. Onderdeel van de memoriediensten was vaak ook een uitdeling aan de armen. Leden van vooraanstaande families schonken geld voor het inrichten van een kapel en het onderhoud van een kapelaan die daar missen kon lezen. In de 14e eeuw ontstond er een geschil tussen het stadsbestuur en de commandeur van de Duitse orde. De poorters van de stad wilden graag dat de bezittingen die zij voor kapellen en kapelaans schonken buiten de invloed van de Duitse orde bleven en dat de erfgenamen van de oorspronkelijke schenkers de kapelaans konden benoemen. Deze archieven bieden niet alleen informatie over de kapellen en diensten, maar vooral ook over de families die ze schonken. Omdat de benoeming van een kapelaan en de memoriediensten binnen de familie bleven, werd er in de loop der jaren van alles toegevoegd aan de oorspronkelijke inschrijving. Deze aantekeningen geven veel inzicht in familiebanden. Hier een voorbeeld van een memoriedienst in het memorieboek in januari, de maandag na Sint-Agnietendag, 21 januari. En de hele familie wordt opgenoemd in de memorie. Jacob Koppenan Dirks, Lijsbeth zijn vrouw, hun zoon Jan, Luidgert Dirks en Aagt Jan Michiels, zijn vrouw, hun kinderen. Jan Hendriks en zijn vrouw Aaf met hun kinderen Lucien, Adriaan en Katrijn. De rente en hypotheken die aan de kerk gegeven werden, leveren heel veel informatie over wie op een bepaald moment welk huis bezat en soms ook over wie de eerdere eigenaren waren. Een akte waarmee een huis of een rente werd geschonken, was vaak gehecht aan eerdere eigendomsbewijzen van datzelfde huis. Dat noemen ze een doorstoken akte, dan zitten ze met een touwtje aan elkaar vastgenaaid. Ook landerijen buiten de stad werden geschonken, zodat in het archief van de kerk informatie is te vinden over een boomgaard in Alphen of een stuk land in Zoetermeer. De 7 getijdenmeesters waren in de 15e eeuw ingesteld om te zorgen dat 7 keer per etmaal de getijden werden gezongen, een bepaald soort gebed. Ook zij moesten onderhouden worden en beheerden dus goederen. Een prachtige schat van de kerk die tot op heden bewaard is gebleven zijn de 8 koorboeken, het zijn er nu nog maar 6 helaas, die gebruikt werden om uit te zingen. Er zijn maar heel weinig van dit soort boeken bewaard gebleven en in de Leidse koorboeken staan stukken van beroemde componisten, zoals Jacob Clemens Non Papa, die muziek publiceerde in Parijs en Antwerpen en werkte voor de kathedraal van Brugge, de hertog van Aarschot en de Sint-Jan in Den Bosch. Een dergelijke schat kan lang vergeten worden. Weliswaar ligt er een exemplaar bij de Lakenhal, maar de boeken kwamen pas weer tot hun recht omdat Erik Jas op deze muziek promoveerde. Jaren later kwam hierdoor het Egidiuskwartet op het idee de boeken te gaan zingen.
Van ieder boek is inmiddels een cd en ze zijn allemaal weer een keer gezongen tijdens een korte tournee. Vorig jaar werden we verrast door leerlingen van het Haagse Conservatorium die tijdens een werkcollege bij Erfgoed Leiden ook zonder vertaling nog uit de oude boeken bleken te kunnen zingen. De koorboeken staan trouwens helemaal digitaal op onze site www.erfgoedleiden.nl in het onderdeel Schatkamer. Binnen de kerk opereerden ook veel broederschappen. Een broederschap was een vereniging van mannen die samen een altaar onderhielden, eens per jaar een gezamenlijke maaltijd nuttigden en elkaar steunden in moeilijke dagen. De leden van een broederschap waren vaak ook verplicht op elkaars begrafenissen te komen. Men betaalde contributie en deed giften aan de broederschap. Ook deze broederschappen hadden dus archieven. Een van deze broederschappen was gewijd aan Sint Nicolaas. Als lid van de Sint Nicolaasbroederschap ging je 5 en 6 december naar de kerk om Sint Nicolaas te vereren. In de Pieterskerk stond hij voor een speciaal altaar. Deze en andere plichten staan in een 628 jaar oude statuten uit 1394. Op het Sint Nicolaasaltaar in de Pieterskerk lieten de broeders verder iedere maandag en woensdag door een kapelaan zielenmissen lezen. Op iedere zondag na Sint Laurensdag, op 10 augustus, werd een maaltijd georganiseerd. Ieder lid mocht een gast meebrengen, maar daar moesten ze dan wel zelf voor betalen. Bij de begrafenis van een lid moest iedereen aanwezig zijn. Daarbij werd brood uitgedeeld aan de armen en elke overledene kreeg 32 zielenmissen. Die 32 zielenmissen na je dood maakte het lidmaatschap erg aantrekkelijk. De ledenlijst van het broederschap is erg nuttig omdat hij laat zien welke burgers in Leiden met elkaar omgingen. Een prominent lid was Floris van Boshuizen, die schout van Leiden was geweest in de jaren 1440. Zijn grafmonument hangt nog altijd in de kerk. Het Sint-Nicolaas-altaar in de Pieterskerk is verdwenen en de Sint-Nicolaas-broederschap niet. De huidige broederschap komt net regelmaat bijeen, loopt een jaarlijkse bedevaart en houdt onder andere de traditionele maaltijd op de zondag na Sint Laurentius in ere. Hoe zijn de archieven van de kerk en de stad bewaard gebleven? Zoals ik al zei, waren archieven van belang als geheugen en bewijs. Ze werden dus zorgvuldig bewaard, vaak in speciale archiefkisten. Ondanks het zorgvuldige opbergen is het niet vanzelfsprekend dat archieven bewaard zijn gebleven. Archieven zijn kwetsbaar voor brand, waterschade, instortingen en moedwillige vernieling. Ook de lotgevallen van de archieven zelf kunnen we reconstrueren, omdat er in verschillende archiefstukken wat over gezegd wordt. Het stadsarchief lag oorspronkelijk in het stadhuis. Logisch, want daar werkten ook de klerken die het vormden. Begin 15e eeuw zijn de handvesten, de charters, echter verhuisd naar de toren van de Pieterskerk. In de burgemeestersrekening van 1411-12 wordt vermeld dat het gerecht, dat zijn schout en schepenen, des vrijdagens na Sint Margrietendag, dat is 15 juli, op ten toren gingen om het zegel op te bergen en dat het ook allerlei handvesten tegelijk meenam. De handvesten werden bewaard in een kist waarvan de sleutels in handen van de schepenen gesteld waren. De vroedschap schreef op 10 augustus 1477 voor dat die sleutelen van de handvesten aan de 8 nieuwe schepenen ter hand moesten gesteld worden in openbaar van de gemeente. Je kreeg dus in het openbaar je ambtssleutel uitgereikt. Terstond na hun eedsaflegging op Sint-Jacobsdag 25 juli. En dan als men tot een handveste gaan zal, zo zal men altijd die vroeskip daartoe dagen daarbij te komen. En de waarde dat iemand van de schepenen van huis waard, als men tot de handveste gaat en er zijn sleutel niet gelaten en hadden, dat men tot de handveste gaan mochten en de mitsdien het slot afveilen moesten, daar hij die de sleutel of heeft, dat zij wezen op zijn kosten. Kortom, iedere schepen had een sleutel. De vroedschap ging mee als getuige als ze de kist openmaakten met alle 8 sleutels. En als een schepen niet thuis was, moest hij zijn sleutel achterlaten. Deed hij dat niet, werd het slot opengeveild, moest hij het betalen. Dat de stukken in de toren van de Pieterskerk lagen, kwam goed uit. Want in het stadhuis ontplofte bij het beleg van 1481, waarbij namens Maximiliaan van Oostenrijk orde op zaken was gesteld, tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten, een grote partij buskruid. Als ze nog op het stadhuis hadden gelegen, was er dus niet veel overgebleven. Op 5 maart 1512 echter stortte de toren van de Pieterskerk in en kwamen de kostbare handvesten en charters onder het puin terecht.
Volgens secretaris Jan van Hout zou hiervan veel verloren zijn gegaan. Hij verhaalt dat in een kamer onder de toren, behalve het grote zegel van de stad, ook alle deze steden privilegieën, brieven, charteren en principale stukken bewaard werden, dat waarschijnlijk vele van deze stukken verpletterd en de teniet gekomen zijn, dat al het puin zorgvuldig onderzocht is door de volders en dat in dit opzicht een onoverwinnelijke schade is geleden. Dat lijkt mee te vallen als men het aantal nog aanwezige charters vergelijkt met die welke zijn afgeschreven in het privilegeboek A, dat alle handvesten bevat die Leiden bezat van 1266 af tot 1512, het jaar van het instorten van de toren. De teruggevonden stedelijke privilegeën werden naar het huis van Willem van Kalster, de schout, gebracht, aldaar die gerechten vergaderd waren. Vandaar zijn zij op 22 december 1513 geborgen in een kist die de burgemeester speciaal gekocht hadden van de vrouwen van Alkemade, alommen beslagen met ijzer, en deze kist werd bewaard in een kluis. De kist hebben we niet meer, maar het moet iets als deze geweest zijn. De daaropvolgende eeuwen bleven alle archieven van de stad in het stadhuis, helaas onder steeds erbarmelijker wordende omstandigheden. De archieven van de Pieterskerk zelf liepen schade op door de reformatie, de overgang naar het protestantisme. In 1566 woedde tussen 14 augustus en 8 oktober de beeldenstorm. Aanhangers van de nieuwe gereformeerde religie keerden zich tegen de katholieke kerken en kloosters en vooral tegen de uitingen van het rooms-katholieke geloof die volgens de nieuwe leer des duivels waren. Beelden, schilderijen, zilveren kandelaars, de altaren en veel meer. Op 25 en 26 augustus 1566 trokken relschoppers door de Leidse kerken en kloosters. Zij vernielden niet alleen beelden, maar plunderden ook. Het stadsbestuur van Leiden zag het aankomen en bracht een aantal zaken in veiligheid, zoals het altaarstuk van Lucas van Leiden en de 8 koorboeken. Dat gold niet voor de meeste andere boeken, handschriften en archieven. Veel daarvan werd gestolen en niet meer teruggebracht, ondanks een bevel van het stadsbestuur dat dit moest gebeuren en dat alles in het Sint-Jacobsgasthuis op het Steenschuur verzameld moest worden. De volgende aanslag op de archieven vond enkele jaren later plaats. Op 27 juni 1572 trokken 160 watergeuzen Leiden binnen, al snel gevolgd door nog eens 468 man. Daarmee kwam de stad aan de kant van de Prins van Oranje te staan en veel katholieken vluchtten weg, de zogenaamde glippers. De geuzen onder de graaf van der Mark, de heer van Lumey, bekend van de val van den Briel, waren zulke ruwe klanten dat deze troep na het eerste beleg van Leiden werd weggestuurd. De stad doorstond het tweede beleg, dat eindigde met het ontzet van 3 oktober, zonder hen. Een soldaat van de graaf van der Mark was ingekwartierd bij de rentmeester van de deputaten en memoriemeesters, Dirk Lauris. De rentmeester beheerde de goederen voor de memoriediensten. De documenten die het bewijs van deze goederen vormden, lagen in een met verschillende sloten verzekerde kist. De soldaat verwachtte kostbaarheden in de kist te vinden en probeerde de rentmeester te dwingen hem te openen. Toen de rentmeester wegvluchtte om bij de burgemeesters hulp te halen, sloot de soldaat met een paar makkers de vrouwelijke dienstbode op en hij forceerde de kist. Wat er daarna gebeurde staat in 1583 voor notaris Jan van Binkhorst afgelegde verklaring, achterin het maanboek van de deputaten uit 1559. Dezelfde soldaten, alle brieven en de monumenten daarin zijnde, eensdeels verbrand en eensdeels met hem gedragen, immers dat zijn geen brieven ter wereld daarin en lieten, en de zachte getuigen dat de zegelen van de brieven langer het huis lagen en slingerden, zulks dat men dezelfde met bezemen in het vuur veegde. Gelukkig bleef er toch meer gespaard dan dit verhaal doet vermoeden. De nieuwe orde na de reformatie had gevolgen voor zowel de kerk zelf als voor de archieven. Op 7 juli 1572 werden alle kerken gesloten en 2 weken later weer opengesteld. Het was de bedoeling dat zowel katholieken als protestanten hun religie openlijk zouden kunnen belijden, maar dat idee moest men snel laten varen. Zo tolerant was men ook weer niet. Veel katholieken ontvluchtten de stad en hun bezit werd geconfiskeerd. Soms kwam het in het bezit van teruggekeerde protestantse ballingen, die hiermee werden gecompenseerd voor het confisceren van hun bezit onder Alva. Stadssecretaris Jan van Hout verwierf zo het huis van de gevluchte burgemeester Cornelis Klaas van der Hoog aan de Breestraat, een beetje in de V&D waar nu Artekezi zit. Jan van Hout was ook degene die na het beleg alle archieven van de stad opnieuw ordende.
Hij maakte een inventaris van alle leggers in het vertrek en daar vinden we ook stukken van de Pieterskerk terug, zoals bijvoorbeeld de stukken over het door de kerk gestichte Bethaniehofje. Hoe kan dat? De Staten van Holland hadden al voor het beleg opdracht gegeven de kerkelijke goederen te inventariseren, toen nog met het idee om te lenen van de kerken en de kloosters of om hun bezit als onderpand te gebruiken voor een lening. Op 4 oktober 1572 kregen de geestelijke instellingen, dus ook de Pieterskerk, de opdracht van de vroedschap om een lijst van bezittingen te overhandigen. Een deel van de inkomsten werd gebruikt voor de vergoeding van kosten voor krijgshandelingen in 1573 en 74 aan de stad. De kerk hielp dus het verzet tegen de Spanjaarden financieren. Na het beleg wilden de steden dus ook Leiden van de Staten van Holland het beheer van de goederen van de geestelijke instellingen binnen hun stad overnemen. Dat kregen ze ook. Na het beleg in 1575 kreeg Klaas Dirks van Montfoort het beheer van de goederen overgedragen. De archieven van de commanderij, die de priesters altijd had benoemd, kwamen of bleven bij de baleien in Utrecht. De commandeur, Aart Dirks van de Gouden, was uit Leiden gevlucht, maar op 10 januari 1577 werd hem door de huiscommandeur in Utrecht bevolen om weer van de commanderij met toebehoren bezit te nemen. Hij vroeg de commanderij weer terug van de Staten van Holland en hij kreeg hem ook. Zijn opvolger sloot op 14 september 1592 een overeenkomst met de stad, waarbij hij toestemming gaf tot het aanleggen van de Herenstraat, Herensteeg, over de grond van de commanderij en afstand deed van zijn rechten op de door de stad reeds uitgegeven of nog uitgegeven erven aan de Nieuwe Straat. De stad had de grond op laten meten door Salomon van Dulmenhorst op 7 juni 1592 en deze kaart is bewaard gebleven in het stadsarchief. In ruil daarvoor zag de stad af van haar aanspraken op de goederen van de commanderij voor het onderhoud van de twee predikanten en op het commanderijhuis als pastorie. De stad kon zich dit prima veroorloven omdat de predikanten in de stad werden betaald uit de inkomsten van de kapittelgoederen en de goederen van de Memories en Getijden van de Pancraskerk. In het stadsarchief zijn de akten van transport door de stad aan particulieren van percelen aan de oost- en westzijde van de Herensteeg, eertijds behorend tot de pastorie van Sint-Pieter, te vinden. Zij dateren uit 1592 en 93. De stad heeft de percelen dus meteen na verkrijging uitgegeven. Na de hervorming ging de functie van de kerkmeesters over op door het stadsbestuur benoemde kerkmeesters, later de gemeentecommissie of kerkvoogdij genaamd. Het oud archief werd aan hen overgedragen en berustte onder de gemeentecommissie in de Pieterskerk. Alleen een serie rekeningen en het fundatieboek werden door de stad bewaard. Dat de bezittingen werden overgedragen aan de kerk, aan de protestantse gemeente, was vrij logisch. Ook die nieuwe kerk had natuurlijk geld voor onderhoud nodig. De overige archieven van de kerk, van de deputaten en memoriemeesters en de zeven getijdenmeesters, bleven met de goederen waarvan het bezit in deze archieven was vastgelegd onder het beheer van de stad. Het cartularium van deze archieven is gemaakt in 1583-84 en bevindt zich in het stadsarchief. Zo weten we precies wat er na de reformatie in stadsbezit is overgegaan. En als je op het plaatje kijkt, dan zie je dat het een enorm boek is. Ik heb er een kopje koffie voor gezet, zonder koffie overigens, want dat gaat niet goed samen met archieven. Het is een boek van meer dan 800 pagina's en van ieder klooster en kerk in deze omgeving staan alle stukken die zijn overgedragen daarin opgetekend. De stad wendde de goederen die bij hun bleven overigens nuttig aan. De bezittingen van de kloosters werden bijvoorbeeld gebruikt om de universiteit te financieren en zoals eerder vermeld werden de predikanten in de parochiekerken betaald uit de kapittelgoederen van de Hooglandse Kerk. Misschien wel de allerbelangrijkste informatie die we in archieven van de kerk terugvinden, is de informatie over mensen. En dan heb ik het over de meest basale informatie, de doop-, trouw- en begraafboeken. In de oudere kerkarchieven kwamen we vooral mensen tegen die bezit hadden en dat schonken aan de kerk, tegen een wederdienst zoals een memoriedienst of een kapel. Of ze kwamen in de archieven voor omdat ze een functie hadden in de kerk of het stadsbestuur. Bij het werk aan de kerk werd wel hier en daar een betaling aan een werkman genoemd, maar een echt beeld van alle leienaars, jong en oud, rijk en arm, man en vrouw, komt pas voort uit de administratie die de kerk bijhield van de dopen, huwelijken en begrafenissen. Het oudst bewaard gebleven doopboek van de Pieterskerk begint op 13 januari 1621, heel toepasselijk met de doop van Eva.
Helaas is er geen doopboek bewaard gebleven uit 1609, want dan hadden we de inschrijving van Rembrandt ook nog gehad. Maar verder kunnen we heel blij zijn met de miljoenen namen die we zo terug kunnen vinden, inclusief in familierelaties, want bij een doop horen altijd ouders en getuigen van die ouders die meestal familie zijn. Het oudste trouwboek van de kerk begint in 1585 en het begint meteen met de merkwaardigheid. Op de eerste bladzijde staat een aantal huwelijken van mensen die al enige jaren getrouwd zijn, maar dat kennelijk nogmaals vast willen leggen. Niet zo heel gek als je bedenkt dat de opstand nog volop woedde en dat de mensen dus vaak niet bij hun oorspronkelijke huwelijksinschrijving konden. Op dit stukje staat Jacob Jacobs van Meipoort met Griete Jans, dochter Meerman van Antwerpen, over 3 jaren omtrent kerstmis. Ook bij de eerste inschrijvingen van ter plekke gesloten huwelijken zijn mensen uit Antwerpen vertegenwoordigd. Antwerpen viel in 1585, dus het jaar van dit boek, definitief in Spaanse handen. De begraafregisters vielen dan weer onder het stadsbestuur. Zij laten ons zien dat vele grootheden in de Pieterskerk werden begraven. Van de ouders van Rembrandt tot de voorganger van de Pilgrims, John Robinson. En van Herman Boerhaven tot Jan Steen. Ik heb hier John Robinson er even uitgehaald. Ze noemen hem Jan, maar het is wel dezelfde. Het is de predikant van de Engelse gemeente bij het Klokhuis. Moet hem zijn. Het bijhouden wie in welk graf lag was weer een taak voor de kerkmeesters. Dus dezelfde doden komen ook voor in de grafboeken van de kerk die door hen beheerd werden. Het mooie van deze grafboeken is dat ze omschrijvingen geven van waar het graf zich bevond. Zo weten we dat de schilders Isaac Klaas van Zwanenburg en zijn zoon Jacob, de leermeester van Rembrandt, in graf 2930 in de Noordbuitenwandeling lagen. En dat staat in het grafboek van 1647 en 1665. Van de laatste, dus de Jacob van Zwanenburg, hier een heel toepasselijke Sibylle toont Aeneas de onderwereld uit de Lakenhal. Hoe dichter we bij de huidige tijd komen, hoe meer taken gespecialiseerd werden, zowel bij de stad als bij de kerk, en hoe groter de bureaucratie werd. En hoe meer aparte archieven er dus ontstonden. Grote beroering in de geschiedenis, zoals de Franse tijd en de Tweede Wereldoorlog, zorgde, net als de Reformatie, tot een herschikking van taken en daarmee ook een wijziging in de archieven. Dat gold zowel voor de stad als voor de protestantse gemeente en daarmee de Pieterskerk. Kerkelijke taken kwamen deels ook bij de wereldlijke overheid terecht. Al deze beroering is niet alleen terug te vinden in de organisatie van besturen en archieven, maar ook in de inhoud van de archieven zelf. Een heel mooi voorbeeld waar alles samenkomt zijn de rouwborden in de kerk. Rijkere families bestelden borden die ter nagedachtenis aan hun familieleden werden opgehangen in de kerk, vaak met familiewapens erop. En vanwege die familiewapens werden ze in de Franse tijd, vrijheid, gelijkheid en broederschap immers, uit de kerk verwijderd. In de Pieterskerk hingen 480 van die borden. Anders dan tijdens de Reformatie verliep de verwijdering ordelijk. De kerkmeesters lieten formulieren drukken voor kwitanties en families konden na het invullen van een kwitantie het aan hen te behorende bord meenemen. Resterende borden werden verkocht en ook daar is een keurige rekening van terug te vinden in het stadsarchief. Een schilderij is een interieur van de Pieterskerk van Hendrik van Vliet uit 1652. Na de Franse tijd deed zich nog een andere ontwikkeling voor, een waardering voor het verleden. En daarmee ook voor de archieven waarin dat verleden te vinden was. Niet toevallig kreeg professor Adriaan Kluyt in 1803 toegang tot de archieven in het stadhuis om er een inventaris van te maken, de eerste sinds Jan van Hout in 1590. Leiden was een van de eerste gemeenten waar in 1847 een stadsarchivaris werd benoemd, Jonker W.I.C. Rommelman Elsevier. Hij kreeg overigens pas jaren later betaald. Archivaris zijn was toen nog een hobby voor welgestelden. Na zijn dood wees de commissie die zijn opvolger moest benoemen op de deplorabele berging van de archieven in het stadhuis. Vocht en muizen hadden vrij spel en vandaar de vochtplekken in het stedenboek die we eerder zagen. Er werd aanbevolen een apart gebouw neer te zetten. Toen lakenfabrikant Krans de stad een groot bedrag schonk voor een nuttig doel, werd het geld in 1893 besteed aan een nieuw archiefgebouw. Het eerste was zodanig gebouwd de gemeentearchief van Nederland. Krans prijkt nog steeds boven de oude voordeur. Door de schenking van Krans zijn de archieven van de stad, inclusief de middeleeuwse archieven van de Pieterskerk, gered. Want in 1929 brandde het stadhuis, zoals bekend, tot op grond toe af.
Ondertussen begon men zich ook bij de Nederlandse Vormde Kerk meer te bekommeren om de steeds maar uitdijende archieven. Die van alleen al de kerkvoogdij bedroegen ruim 130 meter. En dan was er ook nog het archief van de Nederlandse Vormde Diaconie. Tussen 1896 en 1898 maakte L.G. de Polen als eerste een handgeschreven catalogus. De verzameling was toentertijd opgesteld in de voormalige sacristie, later predikantenkamer van de Pieterskerk. Er waren drie kasten, waardoor dit archief in een eerste, tweede en derde gedeelte was onderverdeeld. Deel 1 bevatte gebonden bescheiden, boeken. Deel 2 mappen, zogenaamde portefeuilles. En deel 3 bevatte een klein aantal gedrukte boeken, meer portefeuilles. En tot slot stukken die door Le Polen werden aangeduid als merkwaardigheden. Le Polen werd opgevolgd door dr. A. Beets en die werd door mejuffrouw Françoise Le Polen, die in 1937 tot archivaris van de Nederlandse Hervormde Gemeente werd benoemd. De Le Polens waren vader en dochter. Lodewijk Le Polen was directeur van de textielfabriek J&A Le Polen. Zelf was hij doopsgezind, maar hij was zeer geïnteresseerd in geschiedenis en nam de inventarisatie van het archief van de kerkvoogdij op zich na zijn pensioen. Daarna bemoeide hij zich ook met het archieven van het Heilige Geest Weeshuis en de Kerkenraad. Zijn dochter werkte onder andere in de boekhouding van de fabriek en het diaconessenhuis en zij nam de taken van haar vader met betrekking tot de archieven over. En voor het beheer van het archief van de Nederlandse Hervormde Kerkvoogdij behaalde ze zelfs haar archiefdiploma. Gelijk met haar aanstelling kwam weer een ruime nieuwe archiefkluis aan de noordzijde van het koor in gebruik. Hier werden ook de stukken die zich in de loop der jaren op zolder boven de predikantenkamer en op de zolders boven het kerkelijk bureau en achter het kantoor van de opzichter van de fabrikage opgehoopt hadden geplaatst. Ook deze archieven bevatten een schat aan informatie over de kerk. Als voorbeeld hier foto's van de restauratie van 1907. Deze foto's laten ook zien waarom de archieven van de Pieterskerk en de hele Nederlandse Hervormde Gemeente uiteindelijk naar het toenmalige gemeentearchief aan de Wazokade kwamen. Het gebouw was na de Tweede Wereldoorlog te groot en te duur geworden. De ontkerkelijking zorgde voor een steeds kleiner wordende gemeente, terwijl het onderhoud van het Rijksmonument enorme bedragen zou vergen. Vanaf 1967 werden er gesprekken gevoerd met de universiteit, immers een veelgebruiker van de kerk, om het gebouw eventueel over te nemen. Daar stak de minister naar verluid een stokje voor. De oplossing werd uiteindelijk de Stichting Pieterskerk Leiden, opgericht op 19 juni 1974. Deze zorgde ervoor dat de kerk, zeker na 2000, in topconditie werd gebracht. De archieven waren toen al uit het gebouw gehaald. Zij werden in 1970 in bruikleen gegeven aan het gemeentearchief. Daar is na verschillende pogingen de nieuwe inventaris van de Nederlandse Hervormde Kerkvoogdij begin vorig jaar gereed gekomen. U kunt hem online bewonderen op www.erfgoedleiden.nl. In 1977 volgde het archief van de Nederlandse Hervormde Diaconie. En inmiddels is ook het archief van de Stichting Pieterskerk Leiden in bruikleen gegeven. Dat betekent dat nu alle stukken betreffende de kerk, bijna 9 eeuwen aan stukken, te vinden zijn bij Erfgoed Leiden. Zodat ook de komende eeuwen uit deze puzzelstukjes de geschiedenis van de kerk en de stad geschreven kunnen worden. Ik daag u uit om zelf aan het puzzelen te gaan. Na de lockdown bent u weer van harte welkom op de studiezaal en ondertussen kunt u grasduinen in de inventarissen en de beelden op onze website. Geniet van de koorboeken in de schatkamer. Zoek tussen alle Leidenaren die u voorgingen de Leidenaar waar u wat over wil weten in de database personen. Of bekijk de gedigitaliseerde stukken in de archiefinventarissen. En kunt u niet wachten tot na de lockdown? Scans bestellen kan ook. En zolang u er niet te veel bestelt, kost dat een cent. Veel zoekplezier!